Welkom bij de allereerste Fry, Luna. Heb je er zin in? Je hebt geen idee wat er gebeurt, hè. Nou, zou ik jou eens even op de grond neerzetten dan? Oké. En alweer als je blaft, hè, tijdens de opnames. Dat gaan we niet doen, hè. En jij ook niet, Kevin. Jij ook niet blaffen. Leave your entries in the Discord server. Bros. And now I submissions in the next episode of Fry. Vorige week vroeg ik jullie om mij wat leuke memes te sturen. Want het is weer een lange tijd geleden dat ik op memes heb gereageerd. Dus ik dacht, het is weer tijd om dat weer eens even te doen. En als onderwerp gaf ik jullie Luna en Kevin. Dus ik ben benieuwd waar jullie mee zijn gekomen deze keer. We beginnen al gelijk lekker met deze meme. Kevin krijgt ook nog gewoon genoeg aandacht, oké, jongens? Het is niet dat Kevin nu compleet geen aandacht meer krijgt omdat ik Luna heb. Ze zit me ook op de grond aan te staan van, wat de fuck ben jij aan het doen? Ik ben een video aan het opnemen, Luna. Dat is mijn werk. Ik bedoel hobby. Skidaddle, skidoodle, your dick is now a noodle. Wauw, great meme. Je hebt mijn hoofd erop geplakt. Oké, nee. Jezus, kut. Oké, het is wel zo. Met Luna kan ik iets meer dingen doen dan met Kevin. Want met een hamster zit je gewoon veel meer gelimiteerd dan een hond. God dang it. Je bent zo cute, want je lijkt op een vosje. What? Hij heeft een ander. Wacht. Als hij me nu niet schattig... Kom maar. Het lijkt wel op een maskertje, maar het ziet er zo stom uit. Oké, deze is goed. GG. Wow. 10 Luna's out of 8 Kevins. Moet dit een meme voorstellen of een fanart? Maar je hebt ze een cape gegeven. Nice. Als Kevin views geeft, dan geeft een ander huis die nog meer views. Ik heb dat zo vaak voorbij zien komen van kijkers. Oh, Paske heeft een nieuw huisdier genomen omdat hij niet genoeg views kreeg. God dang it. Kevin plus Luna is opgegeten... Jongens, dit is geen meme of zo. You need to step up your game, guys. Is dit mijn baasje? I need to get out of here. Oh, man. Luna heeft het goed bij mij, oké? Ik bedoel, stel Joost had haar genomen. Dan was hij elke keer te laat om haar eten te geven en om haar uit te laten. Dus het valt heel erg mee. Ja, je hebt hem naar je zin in. Ja, ja. Geef me een kusje. Oh, zag je dat? Dat was zo cute. Kijk, Kevin. Luna, geef me wel een kusje! Dan kan je voorbeelden nemen! Waar is Luna? Ik weet het niet, man. Is het nou serieus? Kevin zijn hoofd al op een hond geplakt. God dang it. Kevin vermomt zich als Luna. En niemand heeft het door. Wat is dit voor foto? Iemand heeft gewoon de oren en de snuit van Luna gepakt en zo op Kevin geplakt. Zo stom. Wanneer je denkt dat je extra opvalt door het nemen van een puppy. Je valt wel meer op hoor met een puppy. Ik bedoel, elke keer als ik Luna uitlaat, word ik wel door één iemand aangesproken die zegt dat het een heel erg poepie is. Plus het is nu veel makkelijker om chicks te fixen. Voor Pascal besta ik niet meer door Luna. Dus mijn idee is Luna te vernietigen. Dan is Pascal vast verdrietig. En dan komt hij zeker terug naar mij. Wacht, dit is toch niet hoe deze meme werkt? Het is toch dat de laatste twee hetzelfde zijn. Alleen de tweede keer beseft hij zeg maar van... dit was wel dom. En daarnaast is mijn naam met 1 L. Ook al heb ik vroeger mijn naam wel met 2 L'en geschreven. Maar het is met 1 L, guys. 1 L. Weet je wel, die L van lul? Eentje daarvan. Maar voor deze keer zie ik het door de vingers. Volgende keer goed schrijven. Kevin. Luna. Aha. Oh, dat is zo sad. Trek je er maar niks van aan hoor, Kevin. We houden nog steeds van je. Letterlijk de eerste dag dat ik Luna had, was Kevin gewoon depressief. Want die nacht daarvoor was hij nog super actief. En toen ik Luna had gehad en haar voor het eerst op mijn kamer had, heb ik Kevin nog nooit zo rustig gezien. Ik dacht legit dat hij doodging. Maar het bleek dus depressie te zijn. Yeah, een hamster kan depressie krijgen blijkbaar. Maar het gaat nu gelukkig wel weer beter met Kevin. Hey Kevin! Oké. Okay. Yep. Kevin en Luna Dream Team. Nee, wat is dit? Wow, het kwam heel laat bij mijn pin. Kevin en Luna are the dream team and Pascal sucks. What the fuck? Fuck you. And world hunger and world poverty of zo. Ik heb geen idee wat dat betekent. And Kevin's popularity. Dang it. Yeah, ik heb op de blauwe button geklikt. Oeps. Kevin verliest views. Ik ga een nieuw huisdier kopen. Kevin wordt minder populair. Kevin wordt minder populair. Yes! Dit is inderdaad hoe je die meme gebruikt. Nice! Arme Kevin.
Oh man, Luna heeft Kevin verbrand. Toute Luna, niet Kevin verbranden. Nee. Zeg sorry tegen de kijkers. Goed zo. Het is eigenlijk helemaal niks, maar je snapt het idee of zo. Huh? Wat? Deze fucking Kevin en Luna. Kevin died. Maar wat ik trouwens ook niet snap, is dat in de video waarin ik Luna zeg maar liet zien, kwamen er meteen reacties van: is Kevin nou dood? Oh, is Kevin dood? Oh mijn god, nee, is Kevin dood? Bosco, leeft Kevin nog? Ja, god dang it, Kevin leeft nog gewoon. Ik heb alleen een nieuw huisdier gekocht. Zodra je een nieuw huisdier koopt, wil niet gelijk zeggen dat het andere huisdier dood is. Wat wel is gebeurd met de hamster voor Kevin. Want toen die dood was, heb ik daarna Kevin meteen gekocht. Maar dat is een ander verhaal, oké? Okay? Kijk, zien jullie? Kevin leeft nog gewoon. Nee joh, Kevin, you baby cute. God dang it. Ze zijn zo stom, maar leuk. Skidaddle, skikudubudoodle. Your clip is demonetized by Google. Ja. Yep. Wanneer Luna bot komt... Wat? Great meme. Nope. Luna versus Kevin. Het is eigenlijk wel zo. Want zodra ik Kevin zeg maar in de buurt doe van Luna, wordt hij helemaal wild. En denkt ze dat Kevin een speeltje is. En terwijl ik dit vertel, zit ze aan mijn voeten te likken. Luna, stop. Nee, stop. Stop met mijn voeten likken, Luna. Nee, stop. Stop. Oké, we moeten een plaatje van Kevin en Luna samen maken. Ideeën. Op elkaar. Naast elkaar. Alleen Kevin. Kettingen. No, no, no. Geen foto's van alleen Kevin meer. Het is of Kevin en Luna, of alleen Luna. Arme Kevin, hij wordt nou zo erg gepest. Ew, I stepped in shit. Maar dat is geen Luna, dat is gewoon een andere random puppy. Hij was beter geweest als dat Luna was. Is nou serieus Kevin zijn fame compleet weg omdat ik een hond heb? Ik bedoel, Kevin is nog steeds de meest bekende hamster van de hele wereld. In ieder geval als ik Instagram moet geloven. Want daarop heeft hij de meeste volgers van alle hamsters. Bye Kevin. Oprecht, ik hou wel van deze Kevin en Luna memes. Ook zijn ze wel erg soms, maar god dang it. Pascal die een vrouw ziet. Ik denk, deze is zo stom. En wat is dit? Waarom zit je deze foto in It's Syntax memes? Dit heeft gewoon letterlijk niks met mij te maken! Ik dab. Wat? Dit is toch geen dab? Jongens, step up your meme! De volgende keer als ik jullie vraag voor wat memes, dan verwacht ik wel betere kwaliteit memes hoor. Want sommige zijn er om te janken! Luna zit me nu echt raar aan te kijken van wat ben je aan het doen? Ik ben aan het hobbyen, Luna. Oké, en nu krap ze aan de zak. Top. Ik bedoel kruis, want het is een meisje en ze heeft geen zak. Oké, ja, ik heb wel genoeg geluld. Ja. Dit is gewoon het einde van de video. Like, abonneer, subscribe, belletje en ja.